waar Samseer Badal's gezin gisteren beroofd is geworden door 4 gewapende en gemaskerde rovers van heel veel geld en sieraden. Nou, vandaag is deze heer bijna opgelicht geworden door een persoon die zich opgaf als ex-minister van Justitie en Politie, Van der San, die een opdracht werkt van president Santokki en waar deze meneer dan ook $7000 moest neertellen om zijn vuurwapenvergunning te krijgen. En hij zou er in ruil daarvoor dan snel zijn vuurwapenvergunning krijgen en een deel van zijn geld terug, zodat hij dat wederom zou kunnen investeren in zijn kaarscenter. Maar daar de man op den duur een beetje aandringerig begon te worden en maar niet zelf kwam om het geld te halen, want hij gaf aan dat hij in het parlement was, maar hij stuurde de 2 taxichauffeurs om het geld te halen, vond de wederhelft van meneer Samseer Badal dit niet juist en er is toen een lichtje gaan branden en toen heeft meneer Badal, deze meneer dan telefonisch ook hierop gewezen. TBN, Prime Alert, die sprak er met meneer Samseer Badal over de gebeurtenis van vandaag, maar u krijgt ook een stukje audio te horen over het gesprek welke meneer Samseer Badal voerde met deze zogenaamde minister Van der San, ex-minister van Justitie en Politie, die een opdracht werkt van president Santokki. Wat we ook verder moeten zeggen is dat 2 parlementariërs van de VHP, dat zijn dan Jean-Ruby Wang en parlementariër Debbie uit Saramaka, die wel in het parlement waren, deze meneer hebben aangehoord en hem hebben aangegeven dat kabinet Santokki niet zo te werk gaat en dat hij aangifte moet gaan doen bij de politie. Meneer Van der San heeft me 's morgens gebeld. Hij zegt, en meneer Santokki heeft meneer Van der San gebeld en, om mij te steunen, die geval wat hij heeft gehoord. En hij zegt, $10000 gaat me en heeft een deel gegeven en $20000 gaat me lenen. En dan die man bel me, zegt ik moet $7000 brengen eerst, dan ga je die $20000 krijgen. Dan ik heb die 7000, ik heb geleend bij Cambio. Dan ik sta bij de Diana en die man kom niet, omdat hij had mij gezegd, kom bij Diana, ik kom je halen. Maar nu ik ben voor Diana. En vanaf hoe laat bent u al hier? Is al bijna een uurtje al. Dan hij stuurt alleen taximan. Taximan. Dan hij zegt, geef die taximan geld, hij gaat die geld brengen. Dan ik zeg, ik had 1 keer die taximan geld gegeven. Is een Javaanse man, oude man. Dan hij zegt, kijk luister, ik ga die risico niet nemen, neem je geld terug. Dan ik heb die geld teruggenomen. Dat heeft die taxichauffeur gezegd? Ja. Oh, hij wilde zelf het geld niet brengen. Nee. Hij zegt, ik weet die man helemaal niet. Ik heb hem niet gezien. Nu hij stuurt andere man om geld te geven, geld te nemen. Ik zeg die man, luister, je hebt met mij gebeld. Je zou mij komen halen bij DNA. Dan waarom jij kom je niet, jij stuurt andere persoon. Dan dus even meneer Badal, dus hoeveel mensen zijn in totaal gekomen? 2 mensen. 1 Oelestane man, hij weet die man ook niet. Javaanse man weet ook niet. Dan hij zegt, ja ik ben nu serieus. Jij gaat me filmen. Ik zeg meneer Walem, ik moet filmen. Ik ga jou niet filmen. Kom. Ik zet mijn telefoon in de auto. Kom, ik ga samen met jou naar Diana binnen. Tel die geld, 7000. En wat heb jij beloofd? Dat geef me. Dan hij zegt, hij gaat me 4 wapen regelen meteen. Een pistool. Dan hij gaat alles van me regelen. Krijg je meteen. Die 4 wapen kost $2200. Ik zeg, meneer, is geen probleem. Regel je meteen die pistool. Ik ben heel bereikbaar om te nemen. Ik heb nodig. Oké. Dan hij zegt, is goed.
dat ik ben niet hier voor DNA. Hij stuurt andere persoon geld te halen. Hij zegt, president zegt, ik ben nu serieus. Hij zegt, president zegt, zo. Hij zegt, president zegt, andere taal. Ja, u bent met politiek bezig. Ja, hij zegt, ik ben politiek bezig. Ik zeg, nee, ik ben geen politiek bezig. Dan hij zegt, ja, die geld zou Brunswijk betalen. Ik zeg, ik stok geen probleem, kom buiten, ik loop met jou samen naar binnen. Maar waar zit hij zelf, zegt hij, bij het kabinet? Binnen. Hij zit nu in DNA. Ja, DNA. Hij zit in de DNA, maar hij komt niet. Dus hij zit in DNA, ja. En u bent op de parking van DNA, en hij stuurt taxichauffeur. Maar iemand zou toch moeten lopen en komen? Ja, maar hij doet niet. Ik heb gezegd, meneer, kom alsjeblieft buiten, dan ik ga samen met jou lopen. He? Maar hij komt niet, hij stuurt alleen andere persoon. Dan is hij goed, later maar dan. Dan ik weet niet en, wat hij is bezig, wat speelt hij met mij. He? Ik ben een eerlijk persoon. Ik heb gezegd, meneer Santoki weet me goed, Matura weet me goed, Aziz Kumar weet me goed, iedereen weet me goed. Ik heb gezegd, ik ben een eerlijk persoon. Begrijp je? Eerlijk persoon. Maar ik weet niet waarom die mensen gebruiken kabinetnamen, minister, en hij gebruikt meneer Santoki, presidentnaam. Meneer president, ik vind het jammer. Welke mensen is die gebruikt jouw naam? Hij zegt, president zegt zo, ik ben verkeerd bezig, dit en dat. Ik weet helemaal niet. Ik begrijp helemaal niet welke vieze streek ze hebben hier. Ik heb ook meestal luisteren, ja. Nadat u hem belde, meneer. Ja. En ik bedoel, plotseling heeft hij ook bezwaren ermee, dat deze mevrouw ook in de auto zit. Dat klopt iets toch niet? Ja. Ik praat. Ja. Dat hij zegt, meneer Bazaar, ik doe zaak met jou. Waarom die vrouw moet praten. Praat zo hard, dit en dat. Ik zeg, meneer, is mijn vrouw. Is mijn vrouw. Ja. Die vrouw zegt, kom toch beter, teken papier dat je hebt 7000 euro ontvangen. Waarom moet het ja? Dan je zegt, nee, je gaat andere persoon sturen. En meneer Kudde staat hier, hij heeft alles telefoon geluisterd wat hij praat. Ja, meneer Kudde staat hier, alles hij heeft geluisterd wat die man praat. En, hier, ja. En ik ben hier voor bij een kabinet, bij DNA. Maar ik vind het jammer, meneer president, waarom gebruiken die mensen jouw namen zo? Maar hij heeft net een ander voorstel gedaan, nu moet u bij de wacht gaan. Ja. En u moet aan een militair dat geld nu geven. Ja, dat hij zegt, ik moet naar militairen gaan. Militairen. Ja, overkant van kabinet. Overkant bij de kabinet. Dan ik moet die geld daar geven bij de militairen. Dan hij gaat die geld daar halen. Wat is een spelletje? Wat? Ik ben vlak hier. 5 meter ver van het kabinet. Van DNA. Dan ik moet niet daar gaan. Het is toch oplichter. Het is een oplichter. Meneer president, ik ben niet kwaad op jou. Alsjeblieft. Onderzoek die zaak. Vraag die mensen. Wat komen ze hier doen? Werken? Ze maken die landen goed. Dit is gewoon, meneer Badal. Die man werkt ook niet hier. Nee. Het is gewoon een oplichter. Ja. Daarom doen we dit interview. U bent emotioneel vanaf gisteren. En daarvan probeert men misbruik te maken. Ga niet op of geen enkel telefoontje meer. Pas als mensen thuis bij u komen. Begrijp je? Of u een persoonlijke uitnodiging krijgt. Begrijpt u toch? Want ik denk niet dat men zo werkt. Nee. Dat u geld eerst moet geven. Ja. Alvorens uw vuurwapen wordt geregeld en zo. Dus let op uzelf. En geef dat geld aan niemand. Ja, meneer Badal. Ja. De president, de vice-president vertrouwt die staat niet meer van hier. Of vertrouwt die staat? Waarom niet? Omdat ze denken dat je met een politieke scenario bezig bent. Begrijpt u? Dus ze vertrouwen die zaak helemaal niet meer, want plotseling is zo zaken met ons komen doen en plotseling horen we een vrouw op het achtergrond. Meneer, waarom hij vertrouwt me niet? Is mijn vrouw. U had me morgens gebeld en u zegt dat mijn president heeft zo gezegd,
10.000 gaat me hier subsidie doen en 20.000 ik kan lenen en $7.000 ik moet storten. Ja of nee? Ja. Toch is zo dat ik heb gezegd, dan wordt 13.000, ik ga jou 1 februari terugbetalen. En toch zo? Dat is geen probleem. Ja, maar je zegt ik moet 7.000 brengen. Ik heb 7.000 gebracht. En ja, maar waarom wil je dan die heer niet geven dan? Want de president heeft mij gezegd om dat te doen. Om te kijken, want verleden was je al naar de pers gegaan voor hem. En je hebt een heleboel dingen gezegd. Wat? Van onze regering. Wat ik van de pers geweest, bij wie? Deze. Op de pers, ja. Je hebt een heleboel dingen gezegd van de president. Dus daarom vertrouwt hij je niet. Daarom zouden we dat zo doen. We zouden dat geld binnenbrengen. Als het werkelijk dat je dat geld hebt gestuurd, dan zou de president toestemming heb ik opdracht gehad van de pers om je naar binnen te laten komen. Meneer, ik heb maar gezegd, kom beter. Ik neem je geld. U zegt, je kan me filmen. Waarom ik moet jou filmen? Ik ga telefoon in de auto zetten. Kom beter, ik loop met jou. Kijk die geld en geef me die geld wat hij besprak. Ik ben geen politieker. Waarom ik ben politieker? Maar dat is het probleem. Daarom zeg ik, je zit rustig in de auto. Plotseling horen we een vrouw. Is mijn vrouw. Is mijn vrouw. Omdat Abetu. Abetu hier en je. Ik ben ja, abet hoe hier en je. Luister dan, meneer. Luister dan. Abet hoe hier maar jangen jabberen je. Abet hoe kabina dekele. Tu keise 7000 dala tu hamme die. Keise tu die, batao. Keise die. Luister, je hebt mijn telefoonnummer. Ik ga jou niet stelen. Iedereen weet wie Van der Sand is. Dat Van der Sand geen boef is. Hij vecht tegen de criminaliteit. Ik was minister van je school vroeger. Begrijp je? Iedereen kent me. Iedereen weet wie ik ben. Ja, ja, ja. Begrijp je wat ik wil doen? En het moment dat u mij niet vertrouwt, dan kunnen wij u niet vertrouwen. Want de president, ik probeer u te helpen. En ze vinden ze niemand het ook kwalijk dat u naar de pers was gegaan en een heleboel dingen van hun hadden gezegd. Waarom? Ik wil jou persoonlijk zien. Ik wil jou eerlijk zaak doen. Als je wil je eerlijk zaak doen, dan moet je persoonlijk komen. Waarom kan je via doen? Waarom? Waarom kan je andere persoon? Waar de president vertrouwt me niet? Jij denkt dat je bezig bent met een politieke scenario. Meneer, ik ben geen politieker hoor. Dat is een hardwerkende ondernemer. Luister. Ja? Ik heb geen enkel behoefte eraan. Omdat de vicepresident zou je helpen. Via de president. Begrijp je? Hoort u mij? Ja. Ik heb de opdracht gekregen om die dingen te regelen. Die papieren dingen en zo. En dat transactie voor u te doen. Begrijp je? Maar ook aan de voorwaarden. Dat u niet naar de pers liet. Begrijp je? En dat het geen politieke scenario is. Dus daarom heb ik u gezegd. Neem het rustig, zit even in de auto. Ik laat die meneer dat ding weer komen halen. Hij brengt het hier naar binnen voor me. Ik bel jou. Ik loop naar beneden hier. Bij de poort, ik bel jou, ik zeg meneer Badal, loop niet naar die poort hier, kijk ik bel hier. Stuur die heer weer? Nee. Ik wil niemand hebben, ik wil jou, jij moet zelf bij die poort komen. Je hoeft niemand te sturen, niemand te sturen meer. Je hoeft niemand te sturen. Rijk hier naar de leer, luister, kijk, plak hier aan de overkant van de kabinet. Toch? Huh? Hoort u mij? Ja, ik hoor het. Vlak aan de overkant van het kabinet, toch? Ja? Heeft u een wacht van het presidentieel gebouw? Een militair is daar, toch? Huh? Ja? Hoort u mij? Ja?
Ik ga u naar daar toe laten rijden. U geeft me die militair. Ik ga hem zeggen om dat ding te houden voor ons. Ik moet bij dingen, dan ga militairen geven, dan ik moet weer hier komen. Nee man, nee. Ja, laat hem maar. Wacht maar, laat de politie.